Wat is dit? Dat is een nieuwe angle. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Guylaine heeft er... Rijbewijs! En vandaag gaan we hem halen, want ik heb hem met spoed aangevraagd. Jij hebt dat gedaan, ja, ik heb dat gedaan, ja. Je hebt er een jaar over gedaan uiteindelijk. Mm-hmm. Terwijl wij jouw rijbewijs gaan halen, gaan zij kijken naar van de week dat ik weer de auto inging met mijn rijinstructeur om weer een stukje te gaan rijden. En ik vond het erg spannend. In de vlog van vorige week zag je me dus rijden. Heel veel leuke, lieve berichten opgekregen. Echt bizar. Kijk maar hier. Echt insane veel. En ik kreeg best wel wat vragen over van, hè, maar waarom doe je rijlessen? Je hebt je rijbewijs toch al? Dat klopt. Voor mensen die niet alle video's kijken, ik ben weer aan het rijlessen, omdat ik de snelweg eng vind. Ik kan wel gewoon auto rijden. Ik kan best goed auto rijden. Alleen ik krijg heel veel spanning op het moment dat ik de snelweg op ga. En ik het gevaarlijk vind dat als ik nu met mijn angsten daar ga rijden, dat ik dan een paniekaanval krijg. Ik wil daar iets meer vertrouwd weer mee raken. Ik heb ooit in het verleden, toen ik mijn rijbewijs net haalde, op de snelweg gereden. En op een gegeven moment ging dat goed. Zeker als ik met andere mensen reed. Alleen heb ik dat ook al een klein beetje gedaan. Maar het is nooit echt mijn grootste passie geweest. Ik vind autorijden superleuk, maar op de snelweg op een of andere manier niet. En ik ga dus met een rijinstructeur de snelweg op. Hoop ik vandaag, of tenminste, ik denk het wel. Of tunnels door, om er wat comfortabeler mee te gaan raken. Dat is een beetje de reden waarom ik met mijn rijbewijs alsnog rijlessen heb. En heel veel mensen weten het dus niet. Als je dus angstig bent en je rijdt niet zoveel of je wilt niet meer de snelweg op. Je kan dus gewoon bij rijscholen gewoon lessen boeken voor rijangst. Mijn rijinstructeur is daar best wel goed in. Die blijft heel rustig en die legt alles goed uit. En ik hoop gewoon dat binnenkort, binnen een paar maanden, dat ik gewoon de snelweg zelf op durf. En dat ik er gewoon niet zoveel last meer van heb. Ik denk in het begin zal het sowieso wel spannend zijn. En ik denk dat het ook echt wel spannend even blijft. Ook als ik het taak alleen ga doen. Maar nu is het echt doodsangst, hè? En ben ik echt bang dat ik gewoon bevries en dat wil ik gewoon niet. Ja? En je komt het busje, dus ik ga een klein beetje gas bijgeven. Ik heb voldoende afstand van hem. Ik kijk soms nog ineens om mijn snelheidsmeter, weet je dat? Want dat maakt me ook niet uit. Okay. Als ik ga invoegen, maakt het mij niet uit wat ik doe. Ja, en ik zie nou toevallig dat ik 100 rijd. Nou, daar zit die vrachtwagen, heb ik nog invoegstrook? Ja. Ja, dus ik trap hem nog even een beetje bij, kijk maar wat ik ga doen. Nou, ik heb lekker weer afstand. Ga ik eens kijken naar die twee koplampen. Zie je dat? Twee koplampen van die... Zou ik daar nog op kunnen schuiven of niet? Ja, die denk jij. Ja, hè? Dan ga ik eens even doen. 1, 2, 3. Hij is nog steeds zwart, dus het moet kunnen. Ga ik dadelijk voor de vrachtwagen? Ga ik terug. Ja? Voor de vrachtwagen. Dus ik zet hem hier ook voor wat meer ruimte voor mezelf al op links aan neer. Ja. Lastig, dit? Nou... Je vond het een beetje spannend dat ik terugging. Nou, nee. Gewoon het al zich... Ik twijfelde gewoon of het me ooit gelukt. Ja, wat gebeurt er met je? Vertel eens. Oké, nou... Nu valt het wel mee, maar als ik het zelf zou doen, dan overrompelt de angst om gewoon... Dus dan zie ik dingen ook gewoon minder goed. Dat denk je misschien. Ja, dat denk ik hoor. Dat weet ik hoor. Oprecht ben je alerter. Hoeveel mensen hebben met jou meegereden ooit? Vier. Jouw papa? Nee, die is ik. Nooit. Hij heeft nog nooit naast. Snelheid bedoel je? Nee, gewoon een stuk of 5, 6 mensen. Denk ik. Wat zeggen die van jouw rijstijl dan? Vaak dat ze niet zien dat ik angstig ben. Hoe komt dat dan? Ja, dat ik relaxed rijd. Ja, dat weet ik dus ook niet. Maar kijk, intern voel ik het wel natuurlijk uiteindelijk. Okay. Kom je Brommers fietsers tegen hier? Die je in de stad wel hebt? Ja, maar weet je wat het ding is? Ik vind dat dus ook geen probleem. Het probleem is nu gewoon, ik kan hier niet makkelijk weg. Als ik even wil stilstaan, kan niet even mijn auto stilstaan. Hoezo niet? Kan ik dit niet doen dan? Moet je kijken. Ik heb nou pech. En dan? Ja, het kan wel. Dan ga ik stilstaan hier. Ja. Hoe voelt het nou als ik hier stilstaan? Nou, niet heel fijn. Nee, ik vind het ook niet heel prettig hoor. Want als het eventueel kan, dan ga ik ook heel snel weer rijden. Ja, geloof mij. Ik vind het ook niet heel chill. Maar het kan wel, ja, ik snap wat je bedoelt. Dus er is een mogelijkheid. Ja. Heel af en toe heb je het niet, hè, dat er even een klein stukje vluchtstrook weg is. Hè? Maar hier krijg ik bijvoorbeeld die uitrit. Dus hier kan ik er ook vanaf. Heel veel mensen zeggen ook, ja, gewoon doen. Maar ja, ik denk, ja, dat is voor mij niet veilig. Nee, het is niet gewoon doen. Nee. Zeker niet als je angst hebt. Dat moet je zeker niet doen. Nee. Dat zou ik nooit adviseren. Nee. Hè? Je weet zelf, als mensen bij mij komen voor herhalingslessen, zeg ik, wanneer ben je klaar dan? Nou, op het moment dat je het zelf aandurft.
dan ben je klaar. Ja. En anders ben je nog niet klaar. Nee. Toch? Ga je ooit naar terugkijken en denken van, maakte ik me druk om? Ik heb wel echt het idee van, hoe ga ik dit ooit fixen, die snelberoep. Maar ja, goed, de volgende keer over anderhalve week ga ik erop. En ik weet het, ik heb mijn rijbewijs. Ik moet het ook kunnen, ik kan het eigenlijk ook wel. Maar ja, goed. One step at a time. En ik heb natuurlijk ook gewoon iemand naast me die op gas en rem kan drukken en kan sturen als hij wil. Dus het komt allemaal goed. Maar ook ooit naar Frankrijk toe rijden. Ik ben benieuwd. Maar het zei dat het ging lukken, dus daar vertrouw ik dan maar op. We staan op een parkeerplaatsje en ik ga maar de sleutel aan je overhandigen, meid. Alsjeblieft. Spannend. Ga je het aandurven? Ja, ik hoop echt dat ik... Dat het me gewoon een beetje lukt, want ik vind het wel spannend in een andere auto. Ja. Maar daarom gaan we hier toch even oefenen. Het is een kwestie van doen natuurlijk nu. Ja, ja, het beste is nu. Eigenlijk zeiden ze zelfs van dat je in je upje moet gaan rijden. Ja, maar ik moet eerst even weten hoe en wat. Want dat weet ik nog niet eens hoe ik hem aan moet zetten. Ja, ik ben echt een doofus. Ik heb in mijn hele leven nog nooit in auto's gezeten. Ja, daar kan je toch niks aan doen? Nee, maar goed, de meeste mensen weten toch wel een beetje de basics van een auto. Nee, als ze beginnen, nee. Hmm. Nee. The walk of shame. Oh nee, wacht. Walk of fame. Staan jouw spiegels altijd zo? Ja. Dan staan ze niet goed, denk ik. Voor mij wel, hoor. Ja, want je hoort niet de voorkant hendel te zien. Voorkant hendel? Die hendel hoor je niet te zien, de voorkant. Welke hendel? De eerste hendel, aan deze kant hoor je niet te zien. Nou, die zie ik ook niet. Weet je zo? Ja. Alleen zo gaat het, zie je niet. Klopt. Nee, hou op. Ik ben toch helemaal niet groter dan jij. Welke volgorde wil je doen? Ik wil gaan rijden. Je wil gelijk gaan rijden? Ja. Je weet toch wat de volgorde is? Je weet toch hoe een auto werkt? Nee, dat zeg ik niet. Je bent toch rijden? Je bent toch je bent afgereden? Ja, daar doe je gewoon indruk en alles staat aan. Ah, op die manier bedoel je hem. Oké. Nou, eerst die aan. Dan is het eerst die. Je moet hem de hele tijd op rem. Ja, dat heb ik. Dan zet je die in de... Drive. Yes. Zo, je gaat er gelijk voor. Ja, ik liet gewoon mijn gas los. Ik ga wel even kijken hoe het is om te remmen. Dus dat doe ik even hier, ja? Oké, dan stel je, ik kom nu op een stoplicht af. Ja. Oeh, zo. Ja, die remt heel... Dat is rough als ik hem nu erin hou. Nou, dat is veel beter hoor, hoe die deze remt in vergelijking met die ander. Ja. Maar dat is omdat het een zwaardere auto is, hè? Nou, zou ik het gewoon gaan doen? Durf aan. Ja? Gelijk de road op. Ja. Ja, echt? Ja, spannend wel. Ik heb hier voor het eerst een beetje vaart proberen te maken. Goed hoor. Dat gaat zo hoor. Inderdaad wel wat meer gas. Ja, er is veel meer gas, ja. Hij is ook heel gevoelig als ik hem loslaat. Ja. Dat is heel anders dan met een elektrische auto. Voelt dit goed? Voelt het fijn? Ja. Ja? Gaat goed voor mij. Niet angstig? Zit ook goed in mijn lane. Ja, heel netjes hoor. Zo even ademen? Nee, ging wel goed eigenlijk. Ja? Ja. Ben je, vond het ook wel leuk om te doen. Ja, ik zie ook dat je er best wel plezier in hebt. Ja, gewoon omdat het ook lukt en ik niet echt heel veel spanning voel. Dus dan denk ik, ja, vind ik wel een overwinning eigenlijk. Ja, ik vind het knap van je. Ja. Voelde meer spanning dan jij, denk ik. Voor mij? Ja. Voor jou, omdat je even denkt van, ik moet het nog allemaal ervaren natuurlijk, ook die auto. Nou, die auto rijdt hartstikke lekker. Ja, die rijdt lekkerder dan die net, hè? Ja, nou, ik zou niet zeggen lekkerder, maar meer... Ja, hoezo niet lekkerder? Het is kleiner. Hoezo niet lekkerder? Nou, je zit daar wel echt in een hele luxe omgeving natuurlijk. Oh, ja, ik vind dit lekkerder rijden persoonlijk. Okay. Maar goed. Ik ben het heel erg gewend, hè, want ik doe het al een half jaar. Ja. En die andere, daar ben ik een paar keer in per maand. Ja, daarom. Ja. Nou, we gaan even naar de intratuin, want ja, hè. Als je er toch bent. Als je er toch bent. Sta ik schuin trouwens in het vak? Ja, het zijn ook schuine vakken. Ja, maar dus sta ik echt schuin in het vak? Nee. Ja, een beetje wel. Ah, joh. Maakt niet uit, toch? Nee hoor. Zullen we eruit? Ja hoor. Zo, ik zie allemaal mogelijkheden nu, meid. Nu jij durft te rijden. Ja, wat dan? Ja, goed. Roadtrips en alles. Want dan kunnen we tenminste afwisselen. Dat is echt wel een hoop verschil, hoor. Ja. En je vindt het leuk. Merk ik aan je. Je vindt het echt leuk. Ja, het geeft echt een beetje een zelfverzekerd gevoel. Ja. Wat gaan wij eigenlijk doen? Misschien even een klein koffietje drinken of zo. Dat dacht ik al dat je dat ging doen. Ik dacht al dat je dat wilde doen. Ja, zo wel. Wil je dat niet in de mal of zo? Of gewoon hier? Ja, hier is ook prima trouwens, hoor. Ik weet niet, ik heb hier nog nooit getrokken. Die Lennon dacht dat ze aan de... Dat stomme ding vast zaten, dat zit er los. Maar die wil je hebben dus? Ja, dat is wel heel cute. Ik kan er zo wat mee pakken.
Ja? Hoe duur is die dan, die visering? 5 euro's. Vijf euro's. Kleine change of plans. We gaan naar de mall om daar even wat te drinken. Want lekkere koffie. Daar hebben ze lekkere koffie voor Ghislaine. Galleen. Waar wil je dan koffie drinken? NMAX. Yes. Dan moet je naar je favoriete plek. Om naar boven te rijden. Oh, dat vind ik wel eng. Komt goed. We moeten goed gassen dan, hè? Komt goed. We gaan terug via die 60-weg. Dat is ook een knal. Nee, dat weet ik niet. Oh, nee, wil je echt 84? Ja. Oké. Okay, dan kan ik er nog gelijk in, toch? Ja, dat kan. Als je niet wil, dan moet je niet doen, natuurlijk. Ik wil je supporten, maar als je iets niet wil, ik doe ook niet dingen als ik het niet wil. Die weg, daar rijden zulke wagens en dan moet je elke keer afstand gaan houden en sommige van de polderweggetjes. Ja, ik vind ze heerlijk, die polderweggetjes, maar ik snap je wel hoor. Ja. Nou, dan gaan we gewoon via de 80-weg en via de tunnel, toch? Gewoon dezelfde weg terug. Ja, er is ook geen andere weg volgens mij. Die of, ja, een snelweg, hè. Vanaf hier? Kan. Ga je dan naar de mall? Ja, dat is een beetje omslachtig, maar het kan wel. Hele mooie aardbeien trouwens ook wel. Moet kijken. Dit soort aardbeien zie je niet veel. Wil je een aardbeidje? Zo! Ja, maar dat is toch een smaakexplosie in je mond? Nou ja, voor prima. Nou, beter dan in de dingen hoor. Ik merk niet heel veel verschil. Nou. Ik denk dat ik dan een ander had dan jij. Dat is gewoon prima aardbei. Hij is hartstikke zoet. Nee, ik vond hem zuur. Nou. Medische reus? Ja. Heb ik dan geen goeie of zo? Is dit een goeie? Hmm. Oh, ik mag op een dorpbekken. Bijna gewoon door. Nou, deze wel lekkerder, ja. Ah, oké, okay, die had een ander. Dus zo. Ze ruiken ook naar echt aardbei. Oh, deze is wel lekker. Ja, die van mij was echt zuur. Ah, oké, okay. Nee, dan snap ik het. En we hebben cherries. Cash. Dit is echt oprecht. Ah, ik hou daar zo erg van. Maar ze zijn zo fucking duur, krijgen. Kan dat? Is het zo moeilijk om te maken? Hm. Nou, we gaan terug naar de mall. En dan gaat ze ook. Ik vind het wel echt mooi. Gaan we nu naar ons favoriete plekje in de mall qua parkeren? Oh, ik vind dat wel spannend. Dat kan je echt. Dat kan je. Ja, ja echt. Want dit ding gaat niet naar achter rollen. Echt niet? Nee, echt niet. Hij lokt zichzelf. Het enige wat wel kan zijn is dat hij door moet schakelen. En dan denk je dat je naar achter wil, maar dat doet hij niet. Bliep, bliep, bliep. Dit kan je echt, ik weet het zeker. Ik vind dat wel spannend. Ja, het is spannend. Het is sowieso spannend. Ik coach je er doorheen, meid. Dat is waar, ja. En nu voel je het wel? Ik denk als ik eenmaal boven ben, dan denk ik oké. Okay. Ja, 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 maar dat is ook goed. Maar nogmaals, je gaat er naar links, moet je en je denkt van het gaat toch niet doen, dan rij je dan maar gewoon lekker rechtdoor. Je hoeft niet iets te doen als je er geen behoefte aan hebt. Nee, je gaat proberen? Top. Oh, hij is veel minder stijl dan in mijn hoofd. Ja, hij is ook niet zo heel stijl. Voor mijn hoofd is het misschien niet zo. Nee, dat valt wel mee. Oh, dit gaat me wel lukken. Ja? Ja. Ja, oké. Okay. Nu schakelt hij even echt, over. Dat was zo stijl in mijn hoofd, niet normaal. Nee, dat valt echt wel mee. Oké. Okay. Nou, ik ga gewoon lekker naar boven rijden, denk ik. Kijk, maar zie je? De andere niveau. Ja, ik zou die de linker dan nemen. Ja. Maar zie je, schat? Je kan het gewoon. Nou, ik vind het ook knap hoor, want je vond het heel erg spannend, maar je doet het toch. Ja, dan heb ik ook gezien dat ze niet zo hoog zijn. Nee, valt wel mee. Dan vind ik die ene bij de Albert Heijn vind ik nog echt. Nee, die is ook niet zo stijl. Ik vind jou echt rijden alsof je het al jaren doet. Okay. Het is druk. Het is fucking druk. Dat is niet normaal. Ik had het niet verwacht dat jij zo goed zou rijden. Echt? Nou, in de zin van hoe jij altijd zo negatief over jezelf praat over het rijden en zo. Ik denk echt van, nou, het lijkt net alsof je al jaren rijdt. Oh, wat lief. Ja, ben je serieus? Nou, ik vind het vooral fijn dat je je veilig voelt. Ik voel me wel veilig hoor. Ik denk wel number one. Als je bang zou zijn, dan... Ja, zou minder fijn zijn. Ja. Dat is waar. Want ik weet nog dat we zo vaak erover hadden. Ik zeg, het gaat echt wel komen, het gaat echt wel komen. Maar ik zie echt alsof ik mezelf zie rijden. Behalve dan op die stikken dat ik niet durf te rijden. Andersom. Ja, maar ik zag wel de angst een beetje in je ogen toen je naar boven moest inderdaad. Ja. Toen dacht ik, oké, dit is ook wat ik altijd voel inderdaad. Dus ik ben wel blij dat je het ook een klein beetje voelt, schat. Ja. Nee, liever niet hoor. Het is dus heel druk in de mall. Want de hele parkeerplek stond al vol, maar terwijl het is nog helemaal geen vakantie toch? Het is toch geen vakantie nog? Ja goed, we gaan even een koffietje drinken. Ik heb echt respect voor je, schat. Ik heb het nu al 6 keer gezegd, maar ik heb het echt... Dank je, baby. Ik snap dat je gewoon gelijk bam, bam, bam doet. Het is de real grown-up life, hè? Koffie drinken en autorijden. Koffie drinken en autorijden is de grown-up, ja, dat is wel waar, hè? Hoe was je nacht, meid? Spannend, ja.
alsof ik voor het eerst vlinders had. Verliefd was. Verliefd op je uitertje? Ik kon niet slapen gewoon. Want ik, ja, ik weet niet, de hele spanning zat nog in mijn lichaam, joh. Ja, dat snap ik op zich wel. Gisteren verbaasde me juist hoeveel adrenaline je leek te hebben. Want je kwam thuis en je was helemaal wakker. Terwijl normaal vind je altijd best wel... Maar ik had er koffie op, hè? Oh ja, dat is waar. Ik zat ook te trillen. Ik denk, ik zat naar de spanning, maar dat was de koffie, denk ik. Is ook veel cafeïne. Kan ook spanning zijn. Als je het s'avonds ook nog voelt vandaag? Nee, dat is cafeïne toen ik ging douchen of daarna. Ik doe mijn shirt vandaag aan. Nou, dus is... via de webshop te verkrijgen. Ja, leukste shirt dat we ooit gemaakt hebben. Er staan allemaal dingen op die uit de vlogs zijn en uit de foodvideo's. Bijvoorbeeld de donuts en Conti. En hier staat zo als ik iets ga eten. Roze koik en allemaal designs die ik heb gemaakt. Vet gezellig staat hieronder. We hebben er niet heel veel meer, maar hij staat nog wel online. Dus mocht je hem willen, ga vooral naar de link hier beneden. Vandaag gaan we het snel. Ja. En jij durft staan. Ik vind het echt oprecht... Zo van respect. Ja, wel met zijn hart zit omdat jij jij bent een human Google Maps. That's true. I know the way. Wat vind je eigenlijk van dat... Want je zei van, ja, ik weet niet of autorijden mijn hobby gaat worden. Dat heb je wel eens een keer gezegd. Maar gisteren zag ik je toch echt plezier hebben ermee. Ja, dat is meer omdat het echt lukt dat ik er zelfverzekerd van word. Maar je werd er eerst dus niet zelfverzekerd van en daardoor dacht je van, nou, dat gaat nooit mijn hobby worden. Dat vind ik niet leuk. Als ik ergens niet goed in ben, vind ik het niet leuk. Maar je bent er goed in. En nu vind ik het leuk, ga ik het lukken vinden wat ik beter ben. Ja, precies. Dat is ook wel het leukste ervan inderdaad. Als het je lukt, dan is het ook gewoon leuk om een auto te rijden. Ja. Dan snap ik niet dat er mensen zijn die dat niet leuk vinden dan. Ja, dat is echt zo hoor. Maar dat is echt met alles in mijn leven. Als ik zie dat ik ergens niet goed in ben, dan vind ik het niet leuk meer. Nee, dat is ook logisch ergens wel natuurlijk. Want we gaan naar IKEA toe. Oh, die zo, hoort toch niet? Jeetje, schat wat hard. Wat is dat? Wat is dat? We zijn bezig hoor, denk ik. Ja? Ja. Goed. We gaan dus naar IKEA. En je hoeft alleen maar rechts aan te blijven houden volgens mij. Dus dat is fijn. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk geen snelweg rijden, toch? Dat is gewoon een 80 weg. En we hebben trouwens ook nog een leuk tasje in dezelfde... Ik vind het heel intens. Ik vind het heel intens. Maar we hebben nog een leuk tasje in de aanbieding. Die staat ook op de webshop. Ja, het is niet print. In de aanbieding hoor. Nou, de aanbieding in de zin van, hij staat op de webshop. Niet. Oh. Hij is goedkoper dan normaal. Zo, daar gaat ze hoor. She's freeing on the way. Yeah. Trots, nu al. Ik denk ook gewoon opblijven, toch? Ja. Ik ga te langzaam hoor, maar ik mag niet rechts inhalen, toch? Nee. Gewoon op de snelweg hoor. Heerlijk, meid. Vind het knap. Is het zo moeilijk ook niet als het zo leeg is? Nou ja, zo leeg is het misschien niet. Maar ik zou het dus nog reeds spannend vinden nu. Ja? Ja. Nee, ik vind dit niet... Dit gaat goed. Nou, mooi. Ja, dat voelt wel goed, hè? Dat doe je heel goed, schat. Volgens mij is de volgende eraf. Wauw. Echt trots. Met respect. Hè? Met respect, mind. Nou ja, meen ik serieus. Hoe ging dat? Heel goed, ja. Ja? Ja. Heb je een goed gevoel erbij? Ja. Nou, gaan we de roadtrip maar alvast plannen, toch? Natuurlijk het domste ooit om nu te gaan naar IKEA, want het is regenachtig en zaterdag. Maar je bent wel twee keer heen en weer gereden, want we zijn dus alweer ondertussen bij jouw zus geweest en nu weer terug. Ja. En hoe voel je de tweede keer aan? Ja, het ging eigenlijk net zo goed, toch? Ja, toch? Ik vond het even spannend met de regen, maar... Het inparkeren voel je spannender en het in de parkeergarage rijden. Ja, dat is een ronde ding. Ja. Maar goed, we gaan dus even naar IKEA even wat dingetjes halen en dan weer richting de zus om dan te helpen. We waren al even bezig, maar ja, toen ging de IKEA open en dachten we van, nu gaan we dan toch maar even, want anders is het helemaal druk. Wij gaan dus binnenkort weg en dan willen we Freek even op het bed kunnen laten liggen, maar dan moeten we even een kleed hebben voor op het bed, zodat... hij daar lekker kan liggen en wij niet gelijk helemaal onder de haren zitten als we terugkomen. Nou, wordt trouwens voor Freek gezorgd, dus geen zorgen. Er komt iemand. Ik neer en dan haal ik het zo, vouw ik het helemaal dubbel. En dan was je het. Schudden we het even uit op het balkon. Ja, precies op die manier. Kleden. Kleden. Het zijn allemaal zo klein. Dat is toch niet klein? Dat is 1,50 bij 200, maar... Nee, 1,50 bij 2 meter. Oké, okay, ja, leuk deze. Ja, dus die wil je? Zeker, maar hij is ook in groen. Ah, wat je leuk vindt. Dat is een ander. Dat is een Twee?
Hoezo twee? Twee, één erboven, één eronder. Maar het is 1,50, we hebben een 1,60 bed. Ik heb er nu twee, want ik mag wel twee verschillende, maar niet twee dezelfde van jou, dus... Je mag ook twee dezelfde als je dat wil, maar ik vond gewoon, ik snapte niet helemaal hoezo. Omdat het al zeker weet dat het hele bed bedekt is. Dus als hij iets eraf doet met zijn pootje, dan ligt hij alweer. Kijk, wij vonden deze dus echt hilarisch. Nee, maar daar mist hem geen. Dat is cute, toch? Oh, hier zitten ze alle drie in. Oh, kijk, die is toch leuk? Ja. Oké, nou gaan we die ook meenemen. We gaan nu naar het belangrijkste stukje voor Guilaine. De favoriete reep. Gaan we een heel treetje meenemen? De beste reep die we de afgelopen jaar hebben ontdekt, volgens mij. Laten we gewoon twee doen voor onszelf, want ik vind het alweer heel erg... Ja, vier zijn voor Michael, toch? Die had er zin in. Dus na de IKEA zijn we naar Guilaine, de zus, gegaan. Want die was aan het verhuizen met het hele gezin. En daar hebben we de afgelopen twee dagen gezeten. Dus hebben we niet zo heel veel meer kunnen filmen over dit proces. Maar we willen wel een podcast opnemen over de rijbewijs halen, over... Alle struggles die daarbij zijn komen kijken en alles. Mocht je daar vragen over hebben, reageer je vooral beneden. En dan zien we jullie volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Donderdag geen video, maar volgende week maandag en donderdag wel twee hele leuke video's als het goed is. Dus kijk daar vooral naar uit. Tot volgende week.